kijkt naar weer een nieuwe video. Zoals je kunt zien aan deze look heb ik een tutorial voor jullie. Ik draag namelijk niet normaal gesproken ook paars en witte highliner. Echt niet. Het leek me leuk om speciaal voor het inluiden van de lente een lente make-up tutorial te maken met een leuke pastelpaarse en witte eyeliner. Ik vind de look ook wel geschikt geworden voor een festival, want ik zou deze eerlijk gezegd niet zo heel snel gewoon op dagelijkse basis dragen. Zeker aangezien de eyeliner best wel een tijdje duurt om goed aan te brengen. Dus ja, ik hoop dat je het leuk vindt om te zien. Alle producten die ik gebruik zet ik in de beschrijving. En veel plezier met kijken. Ik ga natuurlijk beginnen met een primer. En deze is van Nivea, de Nivea Men Aftershave Balsam. Ik denk dat iedereen hem in ieder geval wel kent. En daarmee prime ik mijn gezicht voor mijn make-up. En daarna ga ik verder met mijn favoriete foundation. Die kennen jullie inmiddels ook wel, denk ik. De Fit Me Foundation van Maybelline. En ik breng hem net zoals gewoonlijk aan met mijn sponsje van Real Techniques. Tijd voor de concealer en ook deze breng ik aan met mijn sponsje van Real Techniques. Deze is van Collection en is helaas alleen te krijgen in Engeland, maar ook die van Catrice is heel erg fijn. Dan ga ik verder met het afpoederen en dat doe ik zoals altijd met de Essence All About Matte Powder. Vervolgens pak ik mijn geliefde palet van NYX erbij en ga ik contouren. Eerst gebruik ik deze kleur die een beetje assig is, echt om te contouren. En zometeen pak ik een net iets bruinere tint en dat is echt voor de bronskleur in mijn gezicht. Vervolgens breng ik deze blush duo aan van Kiko en ik meng de twee kleurtjes op mijn wangen voor een leuk peachy rozig kleurtje. En natuurlijk kan highlighter niet ontbreken en ik breng mijn geliefde NARS Albatros highlighter aan. En natuurlijk niet onbelangrijk is om alles eventjes goed te blenden met je poederkwast. Dan ga ik verder met de wenkbrauwen en je ziet hier mijn Anastasia Dip Brow. Ik gebruik de kleur medium brown en hierbij teken ik de buitenkant van mijn wenkbrauwen in. En vervolgens ga ik verder met het Catrice wenkbrauwkitje en dan de lichtste kleur uit het kitje. En hierbij breng ik de binnenkant van mijn wenkbrauwen nog ietsjes meer in vorm. Daarna ga ik verder met ogen en gebruik ik deze oogschaduwbasis van Essence, zodat mijn oogschaduw goed op zijn plek blijft. En vervolgens pak ik er een nude oogschaduwpaletje bij, want ik vind dat de ooglook niet al te fel moet worden, aangezien we al een felle eyeliner gaan gebruiken. Dus ik gebruik mijn Naked Basics palet en hiermee maak ik echt de meest basic ooglook die jullie maar kunnen bedenken. Maar goed, ik laat hier een beetje zien welke kleur ik gebruik. Ga ik door met de eyeliner. Ik begin eerst met de Vivid Bright eyeliner in de pastelpaars kleur. En hier breng ik gewoon een normale wing aan. En vervolgens pak ik de witte eyeliner erbij. En hiermee ga ik zeg maar om de paarse winged eyeliner een lijn trekken. Neem hier vooral je tijd voor. Ik heb er echt volgens mij een kwartier over gedaan ongeveer om deze eyeliner te zetten. Terwijl ik normaal gesproken echt binnen een minuut klaar ben met mijn eyeliner. Maar neem er je tijd voor. Daarna ga ik verder met mascara om de look af te maken. Ik koos ervoor geen nepwimpers te doen, omdat ik dacht dan wordt het plakland nogal lelijk zwart zo op de wit met paarse eyeliner. En daarna breng ik de look helemaal compleet met deze lipkleur van NYX. Nog eventjes een spray over mijn gezicht heen en dan is de look helemaal af. Video. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Ik moet zeggen dat ik zelf nog niet helemaal enthousiast ben over de eyeliner en ik nog een paar keer moet oefenen om het even echt mooi strak aan te brengen. Maar ik vind het uiteindelijk het resultaat wel heel erg tof. Al is het niet echt een look die je op dagelijkse basis draagt, denk ik. Maar het is wel echt heel erg leuk. Dus laat me vooral weten als je hem namaakt. Stuur me dan even een foto op social media. Doe nog even een duimpje omhoog voor deze video als je het leuk vond om te kijken. En abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je hopelijk bij mijn volgende video weer terug. Doei doei!